Dit is Race Experience. Vandaag volgen we drie amateurcoureurs die racen in competities georganiseerd door het Dutch National Racing Team. Oprichter daarvan is Huub Vermeulen. Hij racete op verschillende niveaus, zowel nationaal als internationaal. Was ooit een van Nederlands grootste coureurs en alle racehelden van tegenwoordig hebben hun licentie bij hem gehaald. Maar Huub, hoe is de DRNT ooit begonnen? Het is ooit begonnen omdat de cursisten van de Rensportschool Zandvoort, dat is het opleidingsinstituut, die wilden wel wat meer. Er was eigenlijk niks meer. Het was gelijk alles of niks. En die mensen wilden gewoon rustig weer het vervolg doen en heel eenvoudig races gaan rijden. Toen zijn wij met de school naar de bestaande vereniging gegaan. Die had een monopolie, was de enige die races organiseerde. En daar hebben wij gezegd, nou, je moet ook eens iets maken met een wat lagere drempel. Zodat die mensen makkelijk mee kunnen doen voor relatief weinig geld. Het is nooit gratis autoracen. En die zeiden toen van, dat hebben we al zo vaak geprobeerd. Daar is helemaal geen behoefte aan, daar is geen markt voor. Ik zeg, jawel, maar ik weet dat toch zeker. En ja, bij de tiende keer zeiden ze van, je wordt een beetje vervelend, Vermeulen, maar als je denkt dat je alles beter weet, dan moet je dat zelf maar eens doen. Nou ja, toen zei ik van, dat is stom. En ze zei, jij vindt ons stom. En ik zei, nee, ik vind mezelf stom dat ik daar nou niet eerder op gekomen ben. Maar dat gaan wij doen. De DNRT is inmiddels een feit en organiseert al 14 jaar races voor de amateurcoureur. Er zijn al zo'n 1000 man lid en vandaag racen ze in de B-klasse op het circuit van Assen. De competitie van vandaag organiseert de DNRT dan ook niet alleen. Eigenlijk is de ACNN is de noordelijke vereniging. En ja, wij vinden dat wel leuk, want de mensen hier in Drent spreken een andere taal. Dus af en toe vragen we dan aan zo'n Drent van, zou jij wat willen zeggen in het Drents? Dan zegt hij, ik ben helemaal geen Drent, want ik ben een Groninger. En dan zeg ik, dat rekenen wij ook goed. Voor ons is dat allemaal hetzelfde. Dan zegt hij, ik ben tweetalig hoor. Ik spreek Drents en Gronings. Maar we vinden het heel leuk hier en ook heel goed om dat samen te doen. En de autosport in het noorden ontwikkelt zich ook heel goed. En dat is heel leuk. Maar wat voor circuit is Assen eigenlijk? Assen is altijd een motorcircuit geweest. En is het motorcircuit, het grote motorcircuit. En iedereen dacht altijd van dat is dan voor motoren en Zandvoort is voor auto's. Maar je kan op Zandvoort uitstekend rijden met motoren. En niet zo goed als in Assen, maar wel bijna net zo goed. Maar je kan op Assen met auto's wel net zo goed rijden als in Zandvoort. Ik wil altijd wel eens wat in die racerij gaan doen. Vorig jaar toen liep ik hier tegenaan. Ik las het en ik was eigenlijk gelijk verkocht. Ik was er gelijk verliefd op. Ik heb altijd iets met snelheid gehad. En dan kan je bij de voetbal ook wel bereiken. Maar dat moet je zelf doen. En dit doet de machine het, hè. Je zou bijna denken dat hij liever lui dan moe is. Niets is minder waar. François Kleijs heeft een groot sporthart en laat geen mogelijkheid onbenut om meters te maken. In het dagelijks leven rijdt hij... Mercedes. Vrij rustig, van diesel. Nee. Sommigen vinden het misschien lomp. Ik rij gewoon een dagelijks leven automaat diesel en prima. Ik ga moeilijk in een Ferrari aankomen rijden. Hoezo niet? Ferrari, Lotus, Westfield, what's the difference? Leg eens uit, François. Het concept is natuurlijk, het is een redelijke instapklasse. Het is een auto die makkelijk te prepareren is, heel veel standaard. Dus het is beheersbaar, hè. Ten eerste qua kosten, ten tweede qua racen, want zeker op het moment dat je weinig ervaring hebt in die racerij en je hebt allerlei afstellingen te maken, dan ga je gewoon de eerste jaren ga je gewoon niet meedoen. In ieder geval het eerste seizoen niet. En je ziet hier zo, als je een klein beetje lef hebt en je hebt een klein beetje, talent mag ik dat niet noemen, maar je hebt een klein beetje feeling daarvoor, dan zit je gewoon in die voorste linie en dat is een heerlijk gevoel. Ja, dat kan ik me voorstellen, want uiteindelijk wil je toch winnen. De Westfield dus, de auto waar de coureurs van vandaag alle drie in rijden. De
Westfield en dit soort auto's is echt een schot in de roos. Het is een nieuwe klasse voor dit jaar. Het is de 25e klasse van de DNAT. Maar misschien toch wel een van de sterkste en de beste. In 1957. Ook dat windgeruis. En die auto's ze gaan hard. Ze gaan een stuk over de 200. En dan heb je heel veel windgeruis. En dat is heel lekker om te doen. Natuurlijk ook nog een straatversie gaat rijden, dan heb je meer feeling met die auto. En er zijn genoeg mensen hier zo, die rijden eigenlijk al jaren in dit soort auto's. De Westfield, de Caterham of de Donkervoorts. Dat is allemaal dezelfde, is allemaal op hetzelfde principe geënt. Dat is allemaal op de Lotus 7, een concept van de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. En als je dat gaat doen in je vrije tijd, dan krijg je toch meer vertrouwen in die auto. Ja, mijn complimenten moet ik echt zeggen in Westfield. Wat ze daarmee gedaan hebben, die jongens, dat is gewoon een dikke duim waard. En dat mag best wel eens gezegd worden, want die jongens hebben het echt fantastisch voor elkaar. Met sensatie van. Ik zeg, niet zeuren, maar scheuren. Maar je mag natuurlijk niet zomaar van de openbare weg het circuit opscheuren. Ook voor de DNRT-competities heb je een racelicentie nodig. Deze kun je onder andere op de Rensportschool van Zandvoort halen. Toch, Huub? In 3 dagen tijd leren wij mensen racen. Nou, dan kan je examen doen. En bijna iedereen haalt dat dan. Daar hoef je ook niet zorgen over te maken. Dat is man, vrouw, jong, oud. Dat in 3 dagen tijd kan je dat goed leren. Sommigen moeten dan nog weer even iets erbij doen. Maar iedereen haalt dat. Het is makkelijk. Dan moet je examen doen. Licentie halen. En ja, dan moet je een auto aanschaffen. En die moet je kopen. En maar er komen steeds meer mogelijkheden om een auto te huren. Er zijn een aantal bedrijfjes voor waar je gewoon op basis van arrive and drive kan huren. Dus je komt aan welke auto is van mij, die auto, wat is mijn team. En dan ga je racen. En s'avonds doe je weer zo, zeg nou, hij ligt daarachter en volgende keer ben ik er weer. En je kan tegenwoordig ook een auto leasen. Dat was nooit mogelijk, maar dat is, daar hebben we nu een goede regeling voor gemaakt. Voor heel veel mensen komt dat goed uit om dat te spreiden. Dat heeft met eigen vermogen niks te maken. Dat is mensen die met veel eigen vermogen hebben dat overal zitten. En die zeggen, nee, dat komt mij veel beter uit, het leasen. En dat is makkelijk geworden. Er zijn heel veel klassen die heel goedkoop zijn. We hebben bijna allemaal zakenmensen, ondernemers. Er zitten de olie, de gas en de power. En daar doen we de downstream. Daar doen we de project, constructie, safety management en shutdown management en engineering support. En wij zijn daar de marktleider in de Benelux. Dus grote tent, relatief gezien. Voor ons de business, die olie, gas en power, dat is een goede 500 man hebben. Vanuit Star heb ik gezegd van, hey jongens, dit is fantastisch. Ten eerste, ik vind het leuk. Business-wise, werknemers, klanten, die kunnen daar echt van genieten. En daar kun je iets leuks mee doen. Dus we hebben 3 auto's gekocht. We proberen bij Jan Frens in de buurt te komen. De voorste plek is vrij. Want Jan heeft brokken. Inderdaad, het is niet meer goed gekomen met de motor van Jan. En dat betekent helaas voor hem geen race. Ten eerste, ik heb een fantastische dag beleefd. En dat is hetgeen waar we het eigenlijk voor doen. Dit was Race Experience. Volgende keer zijn we op het circuit van Zolder. Tot dan. Kampioen worden in de Westfield. Lijkt me helemaal fantastisch. En daar gaan we hard aan werken.